golfsportclubs hebben grote moeite met het vinden van jonge leden. Bij de eeuwenoude West-Friese sport moet je met een bal twee palen raken om hem daarna zo dicht mogelijk bij de kant te krijgen. Maar jongeren pruimen de sport niet. Jongeren die zijn er niet in geïnteresseerd, omdat ze liever voetballen en wielrennen en echt actiever met hun lichaam bezig zijn. En dus zijn het vooral de oudere heren die kolven. Het lid Woestenburg is bijvoorbeeld 89 jaar en kolft al 7 decennia. 71 jaar, 72 jaar al. Ik ben al zo blij dat ik op deze leeftijd het spel nog kan spelen. Maar jongeren zijn er dus niet te vinden. En dat terwijl het volgens de oudere heren zo'n ontzettend leuke sport is. Je bent gezellig met de mensen onder elkaar. En de sport is ook iets leuks. Het is altijd verrassend of je goed slaat of dat je minder goed slaat. Meneer Beers? Ja? Mag ik zelf ook even een balletje slaan? Tuurlijk. Als je wil, dat, hier heb je hem. U weet niet wat u meemaakt voor het eerst een jong iemand die mee wil doen. Dat is zo. Gewoon recht staan en dan alleen... De poephouding. De poephouding. De poephouding, ja. Zo. En dan alleen zo slaan. Niet zo ver naar voren, gewoon niet zo ver naar voren. Ja, maar zo poep ik. Nee, je arm bedoel ik niet zo ver naar voren. Oh. Nou, is uit de richting. Het is nog best een lastige sport. Ja, het is heel moeilijk. Clubs willen nu dat leden zelf in hun vriendenkring mensen gaan werven. Voor de eeuwenoude golfsport. Want elke vereniging die zit ermee. En het beste is eigenlijk nog om zelf iemand mee te nemen. En tot die nieuwe leden komen, geniet meneer Woestenburg keer op keer van zijn middagje golven. De mooiste middag die er is, in feite. Echt waar. Ja, echt waar.